Beste mensen, een hele goede middag. Wij gaan het vandaag in deze webinar Privacy van SIP hebben over de verzamelwet gegevensbescherming. Sprekers zijn Taaske van der Rijt en Gerrit-Jan Zwenne. Taaske is voor ons een niet zo heel erg bekende spreker, omdat zij nog niet eerder bij het netwerk betrokken is geweest, maar ze is wel van invloed, want zij is raadsadviseur aan de directie wetgeving bij het ministerie van Justitie en Veiligheid met als specialisatie gegevensbeschermingsrecht. En in die hoedanigheid heeft ze veel te maken met ook de UAVG en de update daarvan die in de verzamelwet terugkomt zometeen. Gerrit-Jan Zwenne zullen de meeste van jullie, als je professional bent in de privacywereld, al wel kennen. Via ons, zo niet via ons, dan wel via andere contacten en netwerken. Maar hij is vaker host en spreker geweest bij ons. Dus van harte welkom allebei. Ik laat jullie heel even zien hoe het webinar er vandaag uit gaat zien. Ik ben met het eerste stukje bezig. Gerrit-Jan en Taaske gaan zo meteen met elkaar in gesprek over vijf verschillende onderdelen van de verzamelwet. Dus een beetje een ander soort indeling dan jullie misschien gewend zijn bij de webinars van ons. Zij gaan per onderwerp met elkaar in bespreking. Als je daar vragen over hebt, stel die dan bij het onderwerp ook in de Q&A of de V&A, het vraag- en antwoorddeel. Daar kan je vragen kwijt die ik aan Gerrit-Jan en Taaske zal voorleggen tijdens het webinar. Als alle sheets doorgelopen zijn, dan hebben we er nou nog eventjes 10 minuten over voor een Q&A zonder de sheets erbij. Maar we gaan dus een beetje on the fly met elkaar in gesprek door allerlei onderdelen van deze voorgenomen wet heen. Want het is nog geen wet en hoe dat precies zit, horen jullie zometeen ook. Gerrit-Jan. Ja, daar is hij. Hij is er. Dankjewel Walter. Goedemiddag. Ik ben een beetje uitgelaten. Waarom is dat? Nou, dat is niet vanwege de verzamelwet gegevensbescherming, maar ik kreeg vandaag binnen, u weet misschien, ik ben ook advocaat, en vandaag kregen we binnen een uitspraak in een zaak, een collectieve actie tegen Facebook en we hebben gewonnen. Misschien iets voor een ander webinar. Vandaag gaan we het hebben over het wetsvoorstel verzamelwet gegevensbescherming. En ik ga met Taaske van der Rijt, die bij Justitie en Veiligheid verantwoordelijk is voor dat wetsvoorstel, daarover in gesprek. De verzamelwet, meestal is een verzamelwet een nogal technisch vehikel, waarin allerlei punten en komma's en verschrijvingen en verwijzingen worden aangepast. Deze verzamelwet is ook een beetje inhoudelijk. En we zullen in de loop van dit seminar zien hoe inhoudelijk dat is. De consultatie van het wetsvoorstel is al een paar jaar geleden, 20 mei 2020 tot en met 14 juli. Ik zag op de website van internetconsultatie.nl dat er 33 reacties waren, maar dat zijn dan de openbare reacties. Taaske, hoeveel reacties waren er in totaal? Waren er ook niet openbare reacties? Ja, zeker. Goedemiddag allemaal. Er waren in totaal 49 reacties. Dus vaak zijn dat ook de politie en de Nederlandse Vereniging Gemeenten zo die dat apart sturen en niet via de internetconsultatiewebsite. Dus 49 totaal. Ja. Ja, en sommigen hadden ook wel hele interessante en aardige opmerkingen. Het kamerstuknummer weten we inmiddels. Het advies van de Raad van State was al wat eerder bekendgemaakt. Ik meen dat Anna Berlé, de hoogleraar aan de Open Universiteit, een WO-verzoek of een WOP-verzoek was het toen, denk ik, had gedaan. En dat advies al wat eerder boven tafel had gekregen. Ja. Ja, dat klopt. Dat is eigenlijk het eerste wetsadvies voor de Raad van State wat gewoond is, inderdaad. En daarna heeft naar aanleiding daarvan de Raad van State besloten om vanaf dat moment gewoon alles vrij onmiddellijk openbaar te maken aan hun adviezen. Dus ik zat net in die overgangsperiode met dit wetsvoorstel. Ja. Nou, dat heeft Anna Berlé dan toch maar mooi bereikt. U ziet op de slide, maar het is niet zo heel erg goed leesbaar, een planning die ik van, ik geloof de website van de Tweede Kamer heb gehaald. Maar het is niet zo goed leesbaar, maar sterker nog, als het wel leesbaar zou zijn, dan zou het ook niet zo heel veel inzicht geven. Taaske, wat is de stand van zaken en wanneer kunnen we verwachten dat het in werking treedt?
Ja, dat is altijd voor ons als departement ook een beetje afwachten hoe de Kamer dat plant. Want we hebben het overigens in december al ingediend bij de Tweede Kamer. Maar die hebben dat wat heen en weer lopen sturen tussen commissies. Omdat ze niet zo goed wisten welke commissie ze dit nou eigenlijk willen behandelen. Dus uiteindelijk in de commissie Digitale Zaken. Wat op zich best gek is trouwens een beetje, maar vooruit. Ik schat in dat als het heel vlot zal gaan, dat het op z'n vroegst 1 januari in werking zou kunnen treden. Maar dan moet het dus vrij rap door de Tweede Kamer behandeld worden. Tot nu toe wijst dat er niet heel erg op, gezien het feit dat we al half maart zitten. Er is morgen een technische briefing. En dan moet het natuurlijk ook nog door de Eerste Kamer worden behandeld. Dus dan vermoed ik dat 1 juli volgend jaar eigenlijk realistischer is. Maar we hebben dat niet in de hand. Dat is echt aan de kamers om die planning zelf te bepalen. Ja, en zitten er heikele punten in, denk je, in het wetsvoorstel? Nou ja, ik denk het in het wetsvoorstel zelf eigenlijk niet. Maar we komen zo natuurlijk ook nog. Op het gebied van privacy speelt natuurlijk van alles. En de AP die heeft regelmatig rond de tafel gesprekken en brieven aan de Kamer. Nou, daar komen we zo ook nog over een specifieke brief te spreken. En ik vind het echt wel lastig te beoordelen of de Kamer dit gaat aangrijpen om punten te gaan maken of om ingewikkelde dingen er nog bij in te willen. Onze insteek is wel om erop aan te dringen om dit wetsvoorstel voortgang te laten vinden en eventueel vrij snel met een nieuwe wijzigingen, wel echt dan niet een verzamelwet, maar gewoon een wijziging van de UAVG, om daar een aanvang mee te maken. Omdat dit duurt al zo lang. Ik bedoel, die consultatie was in 2020. Nou, dat is natuurlijk eigenlijk. Daar zijn allerlei redenen voor. Kabinetsformatie, maar ook eerlijk gezegd personeelswisselingen bij ons op het departement. En best een aantal complexe onderwerpen in die. In die consultatie. En het is natuurlijk een waaier van onderwerpen. Dus dat heeft gewoon al lang geduurd. Dus ik hoop dat ze wel zo verstandig zijn om dit nu een beetje vlot door te voeren en dan zich te focussen op een eventuele nieuwe wijziging van de UAVG. Maar dat is altijd even afwachten. Dat is in ieder geval onze insteek. Ja, we zullen straks voor de niet-juristen. Ja. Wat het verschil is tussen de dingen die nu in de verzamelwet staan en straks een nieuwe of een geüpdate AVG? Wat is het verschil tussen die twee? Waarom heet dit niet zo? Op zichzelf, ja, dat hangt er natuurlijk een beetje vanaf welke dingen je dan gaat opschrijven in die eventuele nieuwe wet. Maar als je echt wat fundamentelere wijzigingen die wat wil gaan opnemen over echt nieuwe onderwerpen, dus beleidsrijke onderwerpen over bijvoorbeeld iets wil gaan regelen over privacy van overledenen. Om maar eens even een helder voorbeeld te noemen, dan is dat toch gek om dat in een verzamelwet op te nemen, die naar zijn aard wat meer technisch is, zoals Gerrit-Jan net zei. In deze verzamelwet komen ook nog een aantal andere wetten dan de UAVG, een aantal sectorwetten, faillissementswet, vreemdelingenwet, wegenverkeerswet, worden ook nog gewijzigd. En dat zou mijn voorstel althans zijn, om dat in een volgend traject niet te doen en dat gewoon echt te beperken tot de UAVG. Dank je. Waar gaat het over? Dit is niet een volledige opsomming van alles wat wordt geregeld in de verzamelwet, maar wat naar mijn gevoel de meer belangrijke onderwerpen waren. Ik loop ze even met u af. U ziet gegevens van strafrechtelijke aard. Dat was een wat apart begrip, dat betrof de strafrechtelijke gegevens en nog wat meer, zoals we dat ook kenden uit de wet bescherming persoonsgegevens. En het gerechtshof Den Haag heeft daar op 24 december 2019 over gezegd, ho, nationale wetgever, het is niet aan u om dit soort unierechtelijke begrippen op te rekken. En de regering, de wetgever, is het daarmee eens, althans dat blijkt uit het wetsvoorstel. Dus het begrip gegeven van strafrechtelijke aard wordt wel gehandhaafd, zeg ik het goed, Taatske, ja. Maar het krijgt dezelfde betekenis als strafrechtelijke gegevens van artikel 10. Precies, als unierechtelijk begrip, ja.
En het voordeel is dan dat Taatske niet 200 andere wetten hoeft aan te passen. Ja. Nou ja, het lijkt me niet onbelangrijk. Wat ik wel aardig vond om te lezen in de memorie van toelichting. Ik ben nu bij het kopje verduidelijking, regeling voor de krijgsmacht. Als onze soldaten in den vreemde moeten vechten tegen een vijand, dan gaan we ze niet van tevoren informeren over de gegevensverwerkingen. Dat doen we niet. En we gaan ook geen DPA's doen. Nou, dat lijkt me allemaal, ik zou haast zeggen, voor de hand liggend. De 12- en 16-jarigen, ja, dat is toch wel interessant. U zag zo eventjes voorbij komen artikel 41, daar ga ik straks nog dieper op in. Naar mijn gevoel een van de meer belangrijke onderwerpen die ik vermoed niet in de verzamelwet geregeld gaat worden, maar wellicht in een andere wet. Maar eerst dan die 12- en 16-jarigen. Als ik het goed begrijp, en Taatske gaat me gewoon aanvullen en corrigeren als ik het fout zeg, maar als ik het goed begrijp, krijgen 12- en 16-jarigen de mogelijkheid om de toestemming die hun ouders hebben gegeven, die kunnen ze intrekken. Maar vervolgens kunnen de ouders wel opnieuw toestemming geven. Dat is toch de regeling? Wat is de gedachte achter Taatske? Ja, er zit natuurlijk in de AVG een mogelijkheid om toestemming, de leeftijd voor toestemming te verlagen. Nou, er is in Nederland er niet voor gekozen om die toestemming naar 12 of 13, het geven van toestemming daaronder te brengen, maar dus wel het intrekken, omdat de regering, het kabinet leek passen binnen de wat ook in de WGBO eigenlijk een beetje als richtlijn wordt gehanteerd om toch de zelfstandigheid en de vrijheid van jongeren toch enigszins tegemoet te komen. Doordat, kijk, als hun ouders zeggen tegen de school, ja hoor, plaats maar een foto van mijn kind op alle social media die de school heeft. En dat kind denkt, ja hallo, daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in. Dat ze gewoon zelf in ieder geval wel kunnen zeggen, ja nee, dat wil ik echt niet. En dan, kijk, dan heb je dus die gekke, wat Gerrit-Jan net schetst, dan zou in theorie, ouders wederom toestemming kunnen gaan geven. Maar we gaan er toch een beetje van uit dat de school die hier dan ook, dat die dan wel zo wijs zal zijn om dat dan vervolgens niet te doen. Want om dan nog een stap verder te gaan en in een wet als de UAVG bovendien het zo ingewikkeld te gaan regelen dat je al dit soort van verhoudingen ook nog gaat juridificeren, daar is dan dus niet voor gekozen. Maar ja, zuiver theoretisch gezien zit er natuurlijk een gek gaatje in. Dat... Nou ja, dat we interne gezinsverhoudingen op dit punt niet willen juridiseren, dat lijkt me heel verstandig. Ja, oké. Waar het misschien ook nog betekenis zou kunnen hebben, en dan wordt het wel iets serieuzer dan een foto op een website, is dat je in sommige contexten, denk aan slimme meters, kan toestemming van de betrokkenen nodig zijn. En de betrokkenen is natuurlijk niet alleen degene die het contract heeft met Eneco of Vattenfall. Dat is ook degene die woont in dat huis. En je kunt je voorstellen wat er gebeurt als een 14-jarige, misschien een beetje opstandig is, zegt, ik trek de toestemming in, die slimme meter, daar vind ik maar helemaal niks. Terwijl misschien mama, die het contract heeft, eigenlijk wel die slimme meter zou willen hebben. Maar we gaan dat niet verder identificeren. Nee, dat moeten ze maar in gezien. Oké. Wat ik er nog wel aan aardige vond is, en misschien is het een beetje een marginaal punt, maar we zien in de verzamelwet dat er nadere regels worden gesteld over de kwalificaties, de nodige kwalificaties waarover een lid van AP moet beschikken. Dus een lid van AP, dat is hier Aleid Wolfsen, de voorzitter, Katja Muur en Monique Verdier of Verdier, ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. Ja, okay. En Verdier, nou, in de verzamelwet wordt dan geregeld dat er eisen kunnen worden gesteld aan de kwalificaties die deze drie collegeleden moeten hebben. Ik zag in de consultaties dat VIRA, dus de Vereniging van Informaticarecht Advocaten, die deed de suggestie, nou, misschien zou de eisen die je aan FG stelt ook wel kunnen stellen aan leden van het college.
Is dat de bedoeling, Taatske? Gaan we het zo oplossen? Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik, dat is dan weer, het ministerie is groter dan ikzelf. Dat is weer de beleidsafdeling die even moet bepalen welke eisen er dan precies gesteld gaan worden. Maar het had inderdaad met kwalificatie-eisen te maken en de gedachte dat aan de voorzitter worden volgens mij al eisen gesteld. Die moet ook tot rechter benoemd kunnen worden, geloof ik, dat dat een van de eisen is. En dat er bijvoorbeeld mensen ook wel verstand hebben, om maar zo te zeggen, van digitale aangelegenheden of wat meer specifieke, dat je daar op zijn minst in kunt sturen. Je moet overigens wel goed rekening blijven houden met ook de onafhankelijkheid van de AP natuurlijk, daar wel zorgvuldig in zijn. Dus ik kan hier nog niet zeggen, ik weet het oprecht ook niet, wat, op welke wijze dit dan precies ingevuld gaat worden door het ministerie. Of wat, hè, want dat zal dan een ministeriële regeling worden. Dus dat, niet concreet. Het zou dus kunnen zijn dat de eisen die we aan FG stellen ook gaan worden gesteld aan. Ja. Maar dat zien we dan later wel, ja, bij de hele regeling. Wat ik ook nog wel grappig vond, was, ik denk een beetje filijne opmerking van de Koninklijke Nederlandse Tennisbond, de KNLTB. Die suggereerde dat incapabele leden van het college weggestuurd zouden mogen worden. Ik geloof dat dat ook op vrij diplomatieke manier wordt weggeschreven in de memorie van Tulling. Ja. Dan de accountants. Mag ik nog heel even terugkomen op het vorige punt van die 12 tot 16 jaar, want er komen nog wat vragen bij de chat binnen, bij de VNA. Iemand die vraagt, is na tweede toestemming van ouders organisatie verplicht tot aan het kind te melden? Ik denk het wel, want de betrokkenen is hier het kind. Ja. En gewoon de informatieplicht van 13-14 betekent, en 12 trouwens ook, betekent dat het wel moet zijn bekendgemaakt aan de betrokkenen. Oké, en iemand die borduurt er even op door, van is het niet zo dat je bij 12 tot 16-jarigen sowieso gezamenlijk of samen toestemming dient te geven, zowel ouders als de jeugdige zelf? Nee, dat is volgens mij niet zo. Nee. Oké, duidelijke vraag, duidelijk antwoord. Dank u. De accountant. Ja. Een accountant die moet af en toe een boekhouding controleren. En in dat kader zou die accountant wel eens bijzondere gegevens moeten verwerken. Daarin wordt voorzien. Dat mag, dat kan. Een accountant is natuurlijk niet een verwerker. Want dan zou je het nog kunnen doen op de grondslag waar degene die gecontroleerd wordt het op doet. Een accountant is zelfstandig verwerkingsverantwoordelijk. Hè? Je kan moeilijk je accountant instructie geven. Wilt u even mijn boekhouding goedkeuren? Nee, dat bepaalt die accountant zelf wel of hij dat gaat goedkeuren of niet. Dus die is zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke. En in de verzamelwet wordt geregeld dat hij dan ook bijzondere gegevens voor dat doel mag verwerken. Ik heb wel gehoord in de wandelgangen, zo gezegd, dat er wel op aangedrongen wordt dat ook andere beroepen die zo'n min of meer vergelijkbare positie hebben, ook die mogelijkheid zouden krijgen. Maar ik zag dat niet in het wetsvoorstel terug. Dit is echt beperkt tot de accountant, hè? Ja, dit is echt beperkt tot de accountant en dan ook nadrukkelijk tot de wettelijk verplichte accountantscontroles. Dus niet de wat meer vrije opdrachten of adviespraktijken van accountants, dan ligt dat anders. Dus echt als het wettelijk verplicht is, omdat dan ook, kijk, voor bijzondere persoonsgegevensverwerking is natuurlijk een, als je bij wet regelt, is dat de grondslag, de uitzondering zwaarwegend algemeen belang. En dat wordt hier dan aanwezig geacht te zijn bij die wettelijk verplichte. En ik weet niet zo goed of er meerdere beroepen zijn die dit type wettelijk verplichte werkzaamheden hebben, waarvoor dat dan niet geldt. Want bijvoorbeeld advocaten, of er zijn natuurlijk wel in diverse sectorwetgeving wel andere regelingen ook opgenomen dat die dat wel kunnen verwerken. Maar dit is beperkt tot accountants en overigens is voor het medisch beroepsgeheim. Echt, dat is altijd lastig. Gezondheidsgegevens, AVG, zijn natuurlijk net een iets andere categorie dan het medisch beroepsgeheim, het medisch dossier. En die worden wel geacht te worden gepseudonymiseerd. Ja. Dat is, dus dat,
dat is ook nog wel een extra beveiligingseis. Dus het is, ja, maar dan blijft het natuurlijk wel persoonsgegevens, ja, maar dan iets beter of beveiligd. Ja. Er komen nog twee vragen binnen. Die fladderen een beetje door de verschillende items heen. Iemand die stelt, ik begrijp dat we eindelijk niet meer de AVG beleidsneutraal, lees behoud van Nederlands juridisch erfgoed, toepassen. Sinds Van Genteloos en Costa ENL kon dat beleidsneutraal natuurlijk helemaal niet. Overigens heeft aansluiten bij het unierecht qua strafrechtelijke gegevens ook implicaties voor de richtlijn 680 en de WPG. Redelijk technische vraag, maar wil iemand daarop reageren? Ja, dat wil ik wel. Maar ja. Ik ben even aan het bedenken of ik het kan. Taatske, kan jij dat? Nou ja, als ik deze vraagformulering zo hoor. Kijk, we moesten. Het is niet helemaal zo dat wij het gegevensbeschermingsrecht beleidsneutraal, nou ja, op de oude lees zaten te interpreteren. We moesten natuurlijk wel degelijk al rekening houden met actuele hofjurisprudentie en de AVG, et cetera. Het is wel zo dat de UAVG toentertijd, dat is inmiddels ook alweer een paar jaar terug, beleidsneutraal is opgesteld. Maar na die tijd heeft natuurlijk de ontwikkeling niet stilgestaan. Kom je er dus achter dat je sommige dingen ook in je wetgeving moet aanpassen. Maar bijvoorbeeld de WPG, de Wet Politiegegevens en de WSG, die zijn ook aangepast met het in werking treden van de richtlijn politie en justitie. Want daar werd volgens mij aan gerefereerd in de vraag. En dus dat wordt nu ook Europees rechtelijk conform verder geïnterpreteerd. Alleen dat is een richtlijn met een implementatiewet. En de AVG is natuurlijk een verordening met een uitvoeringswet. Dus dat is een iets andere juridische verhouding. Maar ja, okay. Is dit, helpt dit iets? Dat lijkt mij wel. Maar dat mag de vraagsteller beoordelen. Er komt nog iemand teruggeven op het verhaal van de AP. En die stelt van, mij is wel gebleken dat de AP redelijk strikt oordeelt over zaken als mogelijke belangenverstrengeling. En hij stelt, ik ben benieuwd of dit nu ook voor de collegeleden van de AP gaat gelden. Is dat bekend? Ja, ik denk dat dat niet per se gegevensbeschermingsrecht is, maar nee, gewoon het verbod van vooringenomenheid. Hè. Als jij een belang hebt bij een partij, een onderneming, dan kun je als bestuursorgaan of persoon werkzaam voor een bestuursorgaan, dan zul je een oplossing moeten bedenken. Maar je wilt de schijn van belangenverstrengeling te alle tijden voorkomen. En dat is niet iets specifiek voor het gegevensbeschermingsrecht. Dat is gewoon het bestuursrecht. Het verbod op vooringenomenheid. Er wordt vaak een beroep op gedaan, maar het wordt zelden gehonoreerd. De lat ligt wel vrij hoog, maar ja, een verstandig bestuursorgaan zal iemand die een aandelen heeft in een onderneming die wordt onderzocht. Dat laat je natuurlijk niet doen door die ambtenaar die aandelen heeft in de onderneming die wordt onderzocht. Je wilt de schijn van belangenverstrengeling voorkomen. Dus ik weet niet of dat een antwoord is op de vraag, maar dat is het antwoord wat ik erop geef. Lijkt me wel. Iemand komt nog even terug op de accountants. Geldt dit alleen voor de accountants of ook voor andere auditinstellingen of andere beroepsgroepen, zoals de Raad voor Rechtspraak en de Nederlandse Zorgautoriteit, overheidsaccountants. Kunnen jullie hem even iets verbreden naar die vragen toe? Nou, ik denk dat de Zorgautoriteit die doet het gewoon op basis van zijn eigen sectorspecifieke wetgeving. Daar staat gewoon in geregeld dat ze gezondheidsgegevens mogen verwerken. En volgens ik had het zo gelezen dat dit echt beperkt is tot de accountant. En dan ook nog de accountant die een wettelijke taak uitvoert. Ja. En dus ja, niet voor belastingadviseurs of advocaten. Die moeten het maar uit hun eigen wetgeving halen. Ja. Ja, en dit is wat de Raad van State had ook opmerkingen over dit artikel. Zo van, waarom wordt dit niet in sectorwetgeving geregeld? Dat zou je, maar de wetten die gelden voor accountants, de wet op het accountantsberoep en de wet toezicht accountantsberoep, geloof ik, die regelen eigenlijk iets anders. Die regelen meer de beroepsorganisatie van de accountants en die wettelijke opdrachten die accountants uitvoeren, die staan in
in een waaier misschien van allerlei wetten, provinciewet, gemeentewet, weet ik wat. Dus dat was eigenlijk niet een goede sectorwet te vinden om dat in te regelen. Dus vandaar dat die accountants in de UAVG terecht zijn gekomen. Want het is een beetje opmerkelijk, zou je kunnen zeggen. Maar dat ligt dus aan de wetgevingssystematiek dat daarvoor gekozen is. Nou, niemand heeft nog even een soort schuine doorsnee hierop gesteld. Dan gaat het over het keurmerk sociaal ondernemen, waarin wordt gekeken naar specifieke doelgroepen en bijzondere persoonsgegevens. Geeft dat nog een andere haak hier aan? Ik sla hier even niet op aan, maar dat ligt waarschijnlijk aan mij, Gerrit-Jan. Nee, ja, ik ook niet direct, maar... Kijk, de regeling voor gezondheidsgegevens, voor bijzondere gegevens, is niet zonder reden vrij streng. 9-1, het is verboden. Dan ga je in 9-2 op zoek naar de uitzonderingen. Ja, je kunt een keertje uitdrukkelijke toestemming hebben. Iemand die het zelf openbaar heeft gemaakt, dan kan je het wel verwerken. En voor de rest kom je toch al snel uit bij lidstatelijk recht, zwaarwegend belang. En dan moet het gewoon ergens in de wet geborgd zijn. En dat is wat hier met de accountant is gedaan. Hè. Dat zal ook verwijzen naar 9-2, ja. Onderdeel G, denk ik. Zeg ik uit mijn hoofd. Ja. Ik ga door. Voor archieven hebben we bijzondere regels. Hè. In een archief is het niet de bedoeling dat je dat kan gaan aanpassen. Hè. Het staat je niet aan dat in een archief wordt vermeld dat je dit of dat hebt gedaan. Nou, dat kun je dus niet verbeteren. Zelfs niet als het evident onjuist is. Maar je kunt er wel een aantekening aan toevoegen. Nou, die regeling die was alleen beperkt tot de officiële archiefbewaarplaats. En ik begrijp dat het nu ook wordt uitgebreid tot archieven die geen officiële archiefbewaarplaats zijn, maar wel min of meer eenzelfde functie hebben. En we zullen in de praktijk wel wat uitlegkwesties gaan krijgen, maar dat lost zich wel op. Ja, het heeft ook te maken met een wijziging van de archiefwet, die nu ook ter behandeling in de Tweede Kamer ligt. Ja. Weet je toevallig wanneer die in werking gaat treden? Nou, ja, ik begreep wel dat dat ook niet heel vlot gaat, want dat is ook weer van die technisch ingewikkelde wetgeving, die politiek nou niet altijd het hoogst op prioriteitenlijst staat, maar ja, hij loopt voor op deze wet. Dus zou mogen veronderstellen dat zij 1 januari wel gaan halen. Ja, die datum heb ik ook wel gehoord. Het gaat wel heel belangrijk zijn, ook voor het veiligstellen van e-mailberichten en dergelijke. Ja, dat is echt een inhoudelijke verbetering of wijziging. Ja. Dan de regeling voor gegevensverwerking door de adviescolleges. Volgens mij ziet dat bijvoorbeeld op de gedachte, nou, we hebben in Nederland een maatschappelijke discussie over adoptiedossiers, om maar zo wat te noemen. En daar komen we niet uit, dus dan stellen we een aantal zeer geleerde, hooggeleerde mensen aan die dat gaan onderzoeken. En die doen dat natuurlijk weliswaar in opdracht van de minister, maar wel in onafhankelijkheid. Dat moet een onafhankelijk advies uitkomen en die kunnen zich dus niet laten sturen door de minister. Dus ik denk dat die zelf verwerkingsverantwoordelijk zijn en hebben dus ook een grondslag nodig voor de verwerking van die gegevens. En dat wordt in de UAVG geregeld, begrijp. Zeg ik het zo goed, Taaske? Ja. Oké. Okay. Ja. Dan had Walter Die krijgen ook een grondslag, sorry, voor een kleine aanvulling om bijzondere persoonsgegevens te mogen verwerken onder voorwaarden. Met wel flink wat waarborgen erin, want daar vroeg de Raad staat ook om. Omdat ze dat nu, je loopt ook daarvoor dan tegen het verwerkingsverbod aan. Ja, natuurlijk. En het voorbeeld van adoptiedossiers is natuurlijk duidelijk. Ja. Hè? Dan zul je meteen met etniciteit en nationaliteit te maken krijgen, maar wellicht ook gezondheid. Misbruik, katholieke kerk, jeugdzorg, dat soort dingen. Ja. Walter had me gezegd dat de curator dat vindt de doelgroep niet zo interessant, dus die sla ik over. Dan nog wel even artikel 41. En dat is iets wat niet wordt geregeld in de verzamelwet, maar AP vindt dat het wel moet worden geregeld. Sterker nog, AP vindt, u ziet het staan, dat het artikel 41 uit de UAVG moet. En ik ben, zoals u weet, ook wel een praktijkjurist. Ik doe nogal eens zaken over inzagerechten en over verwijderingsverzoeken. En
Ik zie in die procedures dat er nogal eens een beroep wordt gedaan op artikel 15 vierde lid. Hè. Dan hoef je niet te voldoen aan inzageverzoeken. Maar ook op artikel 41. En het schrappen van artikel 41, dat zou denk ik in de praktijk tot enorm veel problemen leiden. In ieder geval, ja, je kunt dat zien als een probleem. Je kunt dat zien als iets wat misschien maar snel moet worden afgeschaft. Maar de gedachte dat je bij de beoordeling van een inzageverzoek niet meer zou kunnen zeggen, ja, de bescherming van de betrokkenen of van de rechten en vrijheden van anderen, dus artikel 41 eerste lid onderdeel I, als dat er niet meer is, dat heeft nogal een impact. En wat ik ook nog wel aardig vond, in de consultatieversie van de verzamelwet, werd er wel een wijziging van artikel 41 voorzien, maar die is er gelukkig uitgehaald, want wat wilde de wetgever aanvankelijk doen? Die wilde dat één, als een inzageverzoek wordt afgewezen, dan moet dat gemotiveerd worden. Nou, dat lijkt me terecht. Natuurlijk moet je dat motiveren. Maar twee, een kopie van die motivering zou naar AP moeten worden gestuurd. En daar was vrijwel niemand die ik gesproken heb gelukkig mee. En ik ben ook wel blij dat dat eruit is gehaald. Maar nog steeds hebben we de discussie dat AP zegt dat hele artikel 41 moet weg. Wat is daar de achtergrond van, Taatske? Waarom is 41 niet goed? Nou, dit is dus een van die dingen die we in een eventuele volgende wet en niet in deze verzamelwet willen meenemen, omdat dit best wel complex is. Dat zie je eigenlijk ook al aan de memorie van toelichting bij de UAVG. Maar artikel 41 is een uitwerking van artikel 23 AVG. Daarin staan natuurlijk een aantal doelen op grond waarvan je mag de rechten mag beperken. Maar dan staat in het tweede lid, en dat is, ja, staat hoe dat je dat bij wet heel nauwkeurig moet bepalen. Dus je moet rekening houden in de wet die je dus maakt om inbreuk, om rechten te kunnen beperken van betrokkenen, moet je de doeleinden, de categorieën persoonsgegevens, het toepassingsgebied, de waarborgen, de specificatie van de categorieën van gegevens, de opslagperiode, risico's voor recht. Nou, dat is best wel. Dat is eigenlijk een beetje, zit daar wat spanning op. Enerzijds de uitbreiding van de doelen waarvoor je mag inperken, als bedoeld in artikel 23 eerste lid van de AVG. En dan zeggen ze, maar dan gaan we wel het allemaal wat strakker procedureel regelen. En dat is gewoon lastig om dat vorm te geven. En het idee is eigenlijk, zou ik denken, dat je dit ook in sectorwetgeving wat beter per sectorwet moet regelen. En het idee van artikel 41 is ook dat dit alleen in individuele casuïstieken, indien het strikt noodzakelijk is, door de verwerkverantwoordelijke kan worden toegepast. En dat vindt de AP een te ruime mogelijkheid. Dat zou dus niet een goede interpretatie of implementatie, moet ik zeggen, zijn van artikel 23 AVG. En ja, dat, ja, juridisch gezien valt daar best wat voor te zeggen, maar het is nog niet per se makkelijk om dan te bedenken hoe je dat anders doet. Zeker in een algemene wet als de UAVG, waarbij je toch, ja, je wil het ook niet zodanig inperken dat je, ja, onvoorziene dingen niet meer kunt regelen. Dat is ook niet wenselijk. Dus nou, dat is de worsteling waar we een beetje mee zitten. Ja, weet je, ik zie het nog wel voor me, voor zover het gaat om overheden, die toch altijd werken op basis van een bevoegdheid die in de wet is geregeld. Dus dan zou je het in de desbetreffende wet wellicht oplossen. Maar wat doen we dan met een onderneming, een private partij? Aan de andere kant zou ik denken dat we dan gewoon meer gebruik gaan maken van de uitzondering van artikel 15 vierde lid. Hè? Die zegt ook, ik zal het even erbij pakken. Pak ik even mijn gele boekje. Het in lid 3 bedoelde recht, dus dat is het recht op inzage, doet geen afbreuk aan de rechten en vrijheden van anderen. Dus ja, daar kun je dan voor inzage kun je daarop terugvallen. Bij wissing en verzet of bezwaar heb je ook nog wel uitzonderingen. Maar het wordt wel juist minder duidelijk, hè? Nou, precies. En het is, maar de AVG zelf is ook, want in artikel 14 AVG, vijfde lid, staat natuurlijk ook,
staan ook nog weer uitzonderingen op. Dus het is ook een beetje van, gaat het doel van je verwerking ondermijnen? Als je bijvoorbeeld fraudeonderzoek, zelfstandig als bedrijf fraudeonderzoek doet, hoe zit dat dan precies? Of je wordt verplicht om iets te melden richting... Nou, dat kun je nog wel regelen richting AFD of Openbaar Ministerie of zo. Maar ja, en je ziet ook overigens in allerlei buitenlandse uitvoeringswetten, hè, dat het heel verschillend is opgepakt, dit artikel, de uitwerking van artikel 23. Dus dit is typisch iets wat je dus niet in de verzamelwet kan regelen. Dit heeft zulke enorme consequenties en... Ja, zelfs als je het dan voor overheden in de specifieke wetten gaat regelen, dat wordt een omvangrijk wetsvoorstel. Daarom, dan moet je het dus in iedere sectorwet eigenlijk apart gaan regelen. Ja. En dat moet je dan allemaal heel specifiek, dus ja, dat is toch een beetje de vraag. Dus, nou ja, maar dan heb je het nog niet opgelost voor de private sector, nee, hè? Nee, dat is en, wel. De financiële sector kun je het nog daar regelen, maar... Ja, er zijn natuurlijk talloze sectoren waar betrekkelijk weinig sectorspecifieke regelingen zijn. En dan, nou ja, we hebben wat uitzonderingen in de AVG, maar dat artikel 41 was toch wel erg behulpzaam. Walter, zijn er vragen? Ja, iemand die vraagt, maar dat dit zal even langskomen, maar om toch heel even specifiek scherp te stellen. Het betekent, vraagt iemand, dat het advies van de AP nou aanduidt dat het recht op inzage van de een boven de bescherming van de recht en vrijheden van de ander zou moeten gaan. Nee, want bij inzage hebben we in artikel 15 vierde lid een soort vangnet. Hè. Het inzagerecht doet geen afbreuk aan de rechten en vrijheden van anderen. En die andere is dan andere dan de betrokkenen. Dus dat is ook de verwerkingsverantwoordelijke zelf. Dus daar kun je nog wel iets mee. Maar 41 gaf toch een mooi catalogusje van allerlei belangen waar je iets mee kon. En dat rücksichtloos schrappen, ja, ik zou het gek vinden. Ik begrijp de overwegingen, maar het moet wel een beetje werkbaar blijven, zou ik denken. Daarom is dus, weet je, dus het inhoudelijke punt van de AP wordt wel onderkend. Want er zit iets, en dat zie je dus wat ik al vertelde, ook al in de memorie van toelichting bij de UAVG, wordt die spanning eigenlijk al een beetje beschreven. Maar ja, wij kiezen er gewoon, de regering in dit voorstel heeft er niet voor gekozen om te zeggen schrappen. Dat heeft ook zulke onvoorziene gevolgen, ook met name wat Gerrit-Jan net aangeeft voor het bedrijfsleven, maar ook voor allerlei overheden, omdat die sectorwetgeving gewoon niet voorziet nog, dat toch niet wenselijk leek. Maar ja. Ja, de AP die zegt dan, als we een klacht krijgen, dan gaan we zeggen dat dit artikel niet geldt. En dus die verwachten dat de rechtspraak dat ook zal volgen. Maar vooralsnog past de rechtspraak het wel gewoon toe. Ik ben het dus een slide verder gegaan. Maar misschien zijn er nog vragen, Walter. Nee, eentje die dat gaat meer over de KNLTB en de consultatie. Dat lijkt me meer eentje voor backstage. Dat die heel specifiek is, maar wij zien bij herhaling nu rupsje nooit genoeg langskomen volgens mij. Ja, ik weet niet waar dat vandaan komt. Dat is denk ik een bug in deze slide. Maar we hebben het wel over het verlanglijstje van AP. Misschien dat daar de verklaring ligt. Verbreden rijkwijde van de bevoegdheden van AP. Dus dit is een brief die AP nog niet zo heel lang geleden naar het ministerie heeft gestuurd. Naar de wetgever heeft gestuurd. Ik vind de timing wel weer een beetje ongelukkig. Ik zou denken, had je dat niet kunnen meenemen in je wetgevingsadvies in der tijd? Het lijkt me voor de wetgevingsjurist, voor Taatske, niet per se erg handig om iedere keer verlanglijstjes van een toezichthouder te krijgen. Maar aan de andere kant, ze mogen het wel doen. Natuurlijk vragen ze om meer bevoegdheden. Dat zijn we van de toezichthouder wel gewend. De richtlijn gegevensbescherming bij rechtshandhaving, is dat wat we in het Engels noemen de Law Enforcement Directive? Ja, dat is de richtlijn politie en justitie ook wel. Dat is die richtlijn op basis waarvan we een wet politiegegevens hebben. Okay. Dan het tweede item op het verlanglijstje was, AP wilde bevoegdheid hebben om een verwerkingsverantwoordelijke te verplichten schadevergoeding te betalen. Daar had ik zelf het gevoel, maar die bevoegdheid hebben ze toch al lang. Zij kunnen
AP kan een partij een boete opleggen. En dan zouden ze kunnen zeggen, u krijgt een boete, laten we zeggen, van 525.000 euro. Dat is volgens hun boetebeleidsregels. Maar, verwerkingsverantwoordelijke, als u bereid bent de betrokkenen schadeloos te stellen, dan matigen wij de boete tot 300.000 euro. Dat kan AP gewoon nu doen. En volgens mij zeggen ze dat ook met zoveel woorden. Dus dan begrijp ik niet zo goed waarom je die bevoegdheid zou moeten hebben. En ik zou trouwens wel aanbevelen dat de toezichthouder dat soort wat meer creatieve mogelijkheden gaat gebruiken om te handhaven. Misschien is dit een voorbode dat ze dat gaan doen, maar bevoegdheid opleggen, schadevergoedingsmaatregelen. Ik denk dat het wel kan. Ik geloof niet dat de AVG dit uitsluit. Maar ik zie het nut niet zo ervan in, omdat ze het al hebben. Dan, ja. Nee, ga verder. Oké. Een rechtsingang voor ondernemingen. Dus dit is de gedachte dat je ziet dat je concurrent grote winsten maakt door de AVG met voeten te treden. En dan zou die onderneming kunnen klagen over de concurrent. Nou, dat lijkt me op zich wel nuttig. Maar ook daar heb ik het gevoel dat je daar niet per se een juridische basis voor hoeft te creëren. Dat kan volgens mij al. Het is volgens mij niet dat je als onderneming niet bevoegd zou zijn of niet ontvankelijk zou zijn. Ik zie het probleem eerlijk gezegd niet zo. Dan een lang gekoesterde wens van de toezichthouder, ook Jacob Koonstam, toen hij de voorzitter was van het College Bescherming Persoonsgegevens, drong daarop aan een plicht om boetebesluiten openbaar te maken. Nou zou je kunnen zeggen, de WO heeft al zo'n plicht. En sterker nog, als je al in de UAVG zou opnemen dat AP boetebesluiten openbaar moet maken, dan nog kun je altijd als beboete partij naar de rechter. Dus ook hier kun je afvragen, wat voegt het nou precies toe? Even tussendoor met één opmerking vanuit de deelnemers hierover, of een vraag eigenlijk. Zou de AP dan ook niet toe moeten naar kunnen toekennen van de last onder dwangsom? Ja. Dat kan altijd. Maar het punt is over die openbaarmaking. Het wordt nu voorgesteld alsof de wetgever de toezichthouder zou kunnen opdragen te alle tijden moeten publiceren. Maar zo werkt het niet. Volgens mij heeft ACM ook zo'n publicatieplicht. En nog steeds kun je als beboete partij naar de rechter gaan en die rechter laten afwegen of publicatie hier passend is of niet. En dat gaat allemaal over, zijn de gevolgen van publicatie onherstelbaar? En hoe evident onrechtmatig of rechtmatig is het boetebesluit? Dus ik heb het gevoel dat dit heel weinig toevoegt. En dat er misschien ook een zekere schijnzekerheid wordt gecreëerd. Want de rechter blijft gewoon altijd bevoegd om dat te toetsen. En terecht, want het zal niet voor het eerst zijn dat een boetebesluit van een toezichthouder onderuit gaat. En als het al wel gepubliceerd is, dan kan de beboete partij inmiddels al enorme schade hebben geleden. VoetbalTV is omgevallen, failliet, weg. Dan eentje die ik dan wel weer interessant vond. AP vindt dat ze boetes moet kunnen opleggen aan anderen dan verwerkingsverantwoordelijken of verwerkers. Dus de normadressaten van de AVG zijn de verwerkingsverantwoordelijken en de verwerkers. Maar je zou ook nog iets kunnen hebben als medeplichtigheid. En ik moest meteen een beetje denken aan die casus van Tesla, die u misschien de afgelopen weken in de pers heeft gezien. Tesla heeft op zijn auto's allerlei sensoren ingebouwd. Maar wie controleert die sensoren, die camera's en sensoren? Dat is natuurlijk de automobilist. Dat is niet Tesla. Maar Tesla was wel bereid om op verzoek van AP de instellingen, de standaardinstellingen van de camera's en de sensoren aan te passen. En misschien dat deze wens van AP op dat soort situaties ziet. Actief informeren over het gebruik van algoritmes. Ja, vraag ik me weer af wat dat toevoegt. Volgens mij staat al in artikel 13 en 14 dat je de logica van het systeem moet kunnen uitleggen. Uitbreiding werkingssfeer vergeetrecht, dat is wel weer een interessante.
In het Google Kniel-arrest heeft het Hof van Justitie gezegd, ja, als u zoekresultaten wilt verwijderen, hè, dus als iemand zoekt op uw naam, dan wilt u niet dat dat vervelende bericht over dat faillissement van dat faillissement van u van een aantal jaar geleden naar boven komt. Dat moet niet in de zoekresultaten staan. Dan heeft het Hof van Justitie gezegd, ja, maar dat geldt natuurlijk alleen voor Europa. Het is niet zo dat wij in Nederland de regels kunnen stellen voor de Verenigde Staten. Nou, daar heeft het Hof van Justitie goed over nagedacht, heeft de advocaat-generaal goed over geadviseerd. Maar AP vindt toch dat ze wereldwijd zoekresultaten moet kunnen laten verwijderen. Nou, gaan het zien. De overledene, Taatske sprak er al over. Nou, dat gaat niet in de verzamelwet worden geregeld, maar wellicht in een andere wet. In een meer inhoudelijke wet. En over de rechten van betrokkenen hebben we het al gehad. Zijn er vragen, Walter? Ja, eentje gaat over de bullet over de schadevergoedingsmaatregel. Hoe werkt het dan wanneer de betrokkenen geen Nederlander zijn? Nou, dan kijk je gewoon of de AVG en de UAVG van toepassing zijn. Als de UAVG van toepassing is, dan is AP bevoegd. Dus dan ga je kijken, is er een vestiging van de verwerkingsverantwoordelijke of verwerker in Nederland in het kader waarvan persoonsgegevens worden verwerkt. Dus dat is op zichzelf een eenvoudige toets. Wie is verwerkingsverantwoordelijke? Heeft die een vestiging? Worden er in het kader van die vestiging persoonsgegevens verwerkt? Een vestiging in Nederland, hè? En is er geen vestiging in Nederland, dan kijk je of er producten of diensten worden aangeboden aan mensen in Nederland en of er gedrag wordt gemonitord van mensen in Nederland. Nou, als aan die voorwaarde is voldaan, is de UAVG van toepassing, is AP bevoegd en kan AP zijn bevoegdheden op grond van de AVG inzetten? Ik denk dat dit een antwoord op de vraag is. Maar ja, lijkt mij wel. Nog even ten aanzien van de openbaarmakingsplicht. Iemand die vraagt, nu hoef je het handhavingsbesluit niet te publiceren, maar straks de last wel? Nee, zo werkt dat niet. In de praktijk werkt het zo. En dit gaat over boetebesluiten, hè? Dus niet per se over last van de dwangsommen. In de praktijk werkt het zo. AP legt een boetebesluit op. Dat is niet openbaar. En dan moet er separaat een openbaarmakingsbesluit worden genomen. En daar kun je dan bezwaar tegen maken. En als AP niet bereid is om daarover te praten, dan zul je een voorlopige voorziening, een kort geding, moeten voeren tegen dat publicatiebesluit. BKR heeft daarmee te maken gehad en die heeft toen de procedure tegen het openbaarmakingsbesluit verloren en daarmee werd de zaak publiek. Dat was die zaak over inzageverzoeken waarvoor BKR ten onrechte kosten in rekening bracht. Dus zo gaat dat in de praktijk. En zo'n openbaarmakingsplicht verandert daar volgens mij helemaal niks aan. Nee. Er wordt ook iets gezegd over het gebruik van algoritmes, dat je actief moet informeren. Nou zijn er ook alle algoritmeregisters in opkomst. Maakt dat dan blijkbaar het verwerkingsregister, krijgt dan overlap met zijn algoritmeregister wellicht. Is daar nog iets over te zeggen? Ja, je verwerkingsregister is niet openbaar. Je ziet wel overheden die het openbaar maken, dat mogen ze doen, maar je verwerkingsregister is niet openbaar. Op grond van 13-14 AVG moet je ook informeren over de logica van je systeem. En wellicht dat AP hier wil dat er wat meer informatie wordt verstrekt. Ik heb het gevoel dat het al in de AVG zit. Maar je zou dat wat meer handen en voeten kunnen geven. En een manier van informeren zou kunnen zijn het in zo'n register opnemen. Maar ik denk dat hier toch ook de bedoeling is dat je gewoon betrokkenen rechtstreeks vertelt. Wij maken gebruik van een algoritme. Dus een gemeente die gebruik maakt van een algoritme, die zal dat dan moeten melden. Maar wat ik zeg, ik heb het gevoel dat het allang in de AVG zit. Oké. Andere, even over de overledenen. Iemand die vraagt, is er iets bekend over de motivatie waarom gegevens van overledenen bescherming of wellicht meer bescherming zouden moeten genieten? Ja, dit gaat natuurlijk over de casus als een sociaal netwerk. En toegang tot het profiel van de overledene.
Ik ben niet zonder meer gelukkig met het alsmaar uitbreiden van de werkingssfeer van de AVG, omdat de reikwijdte al zo ontzettend groot is en omdat er al zoveel onzekerheid is. Maar het mag wel, de AVG staat het wel toe. Maar het is echt wel een andere discussie en ook wel een discussie die je diepgaand moet gaan voeren, zou ik denken. Dit is... Ja. Okay. Ik kan hier nog wel iets over zeggen, want kijk, deze brief die is overigens aan de minister gestuurd en aan de staatssecretaris van Huffelen, maar ook aan de Kamer. Dus hij is openbaar, dus vandaar dat Gerrit-Jan hierover kan vertellen. Maar ja, ik kan er op dit moment niet veel over zeggen, omdat ja, dit is nog in behandeling. Alleen over die overledenen is wel al eerder met de Kamer gecommuniceerd ook. En dat de opvatting van Nederland is, zal ik maar zeggen, om dat toch het liefst in Europees verband eventueel regelingen te maken. Digitale nalatenschap is natuurlijk wel een punt waar je, dat is een heel specifiek onderdeel van die overledenen. Het overledene vraagstuk en persoonsgegevens, zeg maar. Dus daar zou je best, loopt men toch wel tegenaan. Hoewel ook niet helemaal duidelijk is hoe de markt dit nou precies zelf gaat oppakken. En het algemene recht op privacy, wat in de EVRM en grondwet en zo, dat geldt wel voor overleden. Dus het is natuurlijk niet de bedoeling dat zodra iemand is overleden, je meteen zijn hele hebben en houden openbaart of zoiets. Ja, maar ook het medisch beroepsgeheim loopt door na de dood. Precies. En dat wil je natuurlijk ook. Hè? Als je bij een arts in de behandeling bent en dan is er een kans dat je doodgaat, ja, dan wil je ook na je dood niet dat je medisch dossier... Nee, en dus op straat komt te liggen. Dus en het is ook niet zo dat er niks is, maar nee. En ook in de context van WO en WOP zijn er verschillende zaken geweest waar de afdeling heeft gezegd, ja, we vinden het nu niet opportun om het dossier openbaar te maken. Maar het zou over 10 jaar anders kunnen liggen. Hè, als het al wat langer geleden is dat iemand overleden is. Ik ga door naar de laatste slide, want we hebben nog een paar minuten. Ja, klopt. En ook dit zit niet in de verzamelwet, maar het is wel een belangrijk ding. Er bestond in de consultatieversie, een taakje moet men maar aanvullen of corrigeren, maar er was de gedachte dat we voor de verwerking van strafrechtelijke gegevens, strafrechtelijke aard, gegevens van strafrechtelijke aard, een grondslag moesten creëren. Dus als je aangifte wil doen van een strafbaar feit, ik dacht dat dat het voorbeeld was, hè, Taatske? Ja. Dan zou je kunnen zeggen, nou, als jij online aangifte gaat doen van een strafbaar feit, dan verwerk jij wellicht strafrechtelijke gegevens. Dat kan zomaar niet, want artikel 10. Dus daar gaan we een oplossing voor verzinnen. We gaan opnemen in de wet dat je als je aangifte wil doen, strafrechtelijke gegevens mag verwerken. De gedachte is begrijpelijk. AP zegt dan in haar wetgevingsadvies, nou, dit vinden we niet zo'n verstandig idee, want hier is overduidelijk door de wetgever al bedacht dat je strafrechtelijke gegevens moet kunnen verwerken. Dat is evident. En als we nou uitdrukkelijk in de wet gaan opschrijven, krijg je natuurlijk de a contrario redenering, dat mensen zeggen, ja, in andere contexten is dat niet geregeld, dus het mag niet. Die redenering volg ik snap hem, en tegelijkertijd hebben we het enorme probleem, wat ik nu in de praktijk zie, dat iedereen gebruik maakt van dit evidentiecriterium. Je zegt al heel snel, ja, het is natuurlijk was dat volstrekt duidelijk dat we hier gezondheidsgegevens gingen gaan verwerken. Dus het is een gevaarlijk criterium, vind ik. Nou, de AP, dat ze toch wel aardig heeft ook ingezien dat ze misschien nog iets scherper moesten duiden. Dus in het advies over het wetsvoorstel over het instellen van de dopingautoriteit hebben ze dit nog eens dunnetjes overgedaan. En daar het iets scherper geformuleerd door te zeggen, als uit wet en memorie zonneklaar, gebruiken ze het woordje zonneklaar, ja, dat blijft ook, er zit een beetje hetzelfde probleem in, blijkt dat het er eigenlijk al staat, dat je, dan hoef je niet ook nog eens op te schrijven dat je dan dus strafrechtelijke gegevens. En een heel duidelijk voorbeeld vind ik altijd de wet op het Nederlanderschap, waarin als jij terroristische misdrijven gepleegd hebt en daarvoor veroordeeld bent, dan kan je Nederlanderschap worden ingetrokken. Dan hoef je niet nog te zetten, dat staat in die wet, ook nog te zetten. En hiervoor mag je strafrechtelijke persoonsgegevens. Ja, dat is een strafrechtelijk vonnis. Dat is zo zonneklaar dat, weet je. Dus dat is een beetje, als het er eigenlijk al staat, hoef je het niet nog een keer op te schrijven. Maar het is, je moet het echt als een heel klein
Het is eigenlijk alleen om die a contrario redenering, zeker met wat oudere wetgeving die van voor de AVG geldt en die natuurlijk wat minder netjes is toegeschreven op AVG-criteria, niet voor de wielen te rijden. Maar het moet er voorzichtig mee zijn, daar ben ik met Gerrit-Jan eens. Ja, en het gaat een eigen leven leiden, dus ja. Maak hier niet te veel gebruik van. Nee. We zijn door de tijd heen, maar Walter heeft misschien nog een paar vragen. We hebben niet tijd voor meer vragen in dit kader. Ik wil Taske van der Rijt en Gerrit-Jan Svenne enorm bedanken voor meer inzicht geven in wat de verzamelwet gaat betekenen. En ook wanneer die wellicht van kracht gaat worden. We hebben dus nog even de tijd om ons daarop voor te bereiden. Op z'n vroegst 1 januari volgend jaar, maar waarschijnlijk later. Alle deelnemers ook hartelijk bedankt voor deelname aan dit webinar. Voor nu dank iedereen en wellicht tot een volgende keer. Dank jullie wel, fijne dag verder.